Het bouwen van nieuwe huizen moet in veel plaatsen eigenlijk stoppen. Dat zegt de Raad voor Openbaar Bestuur tegen gemeenten waar nieuwe woningen worden opgeleverd, terwijl het aantal inwoners daalt. Er wordt gebouwd voor leegstand, zo waarschuwt de Raad. Dat gebeurt ook in Ulft, in de Achterhoek. De bevolking krimpt, maar Ulft blijft bouwen. Domweg gelukkig in Ulft. De familie Hengeveld is blij met de nieuwe woning. 2 onder 1 kap. Deze woningen zijn echt levensloopbestendig. Waarmee je dus kunt zeggen van dat we nou, tot in lengte van dagen hier kunnen blijven wonen. En dat is voor ons heel erg belangrijk. Gezien mijn leeftijd natuurlijk ook. Ja. Er komen in Ulft 300 woningen bij. Ruimte voor zo'n 1000 nieuwkomers. Opmerkelijk, want de bevolking in de Achterhoek gaat de komende jaren nu juist met procenten krimpen. Een typisch voorbeeld van achterhaald bouwen, waarschuwt de Raad voor Openbaar Bestuur in een advies aan de staatssecretaris. We zitten helemaal sinds 1945 in een groeisyndroom, zou je kunnen zeggen. We kunnen niet anders denken. Het is onze wijze van kijken naar die dingen. Het is groei, groei, groei. Dan gaan de vlaggen uit, dan zijn er linten te knippen. De wethouder wordt geprezen, de burgemeester wordt geprezen en we moeten dus wel een omslag maken. Maar de wethouder van Ulft vindt zijn project juist een goed voorbeeld van modern bouwen. Door te bouwen wil hij de gevreesde gevolgen van die onvermijdelijke krimp van de bevolking en ook de vergrijzing bestrijden. Doen we niets, dan krimpt inderdaad die bevolking. En wat we graag willen is dat we nieuwe mensen willen uitnodigen om onze voorzieningen op peil te kunnen houden. Denk dan aan sport en aan cultuur, onderwijs. Daar is ons om te doen. Want als je het niet doet, wat dan? Ja, dan krijg je verpaupering, dan gaan de scholen dicht, dan zijn de voorzieningen niet meer betaalbaar. Ulft wil met de nieuwbouw dus hun voorzieningen op peil houden, vitaal blijven. Ook door jonge gezinnen aan te trekken. Vandaar dat in deze voormalige ijzergieterij huurwoningen komen. Een theater, een popzaal, een school. Allemaal mooi en prachtig, vindt de Raad voor Openbaar Bestuur. Maar zo ontstaat er wel concurrentie tussen gemeenten die al wel en die nog niet het licht hebben gezien. Hier groei, daar krimp, een rommeltje. Ik kan u zeggen dat in Zuid-Limburg wel een goed voorbeeld te geven is van in zich instellen op die krimp. Maar er zijn ook gemeenten in dit land die evident te maken hebben met 20% minder burgers die er op dit moment nog niks aan doen. Het advies van de Raad aan gemeenten en provincies, overleg met elkaar. Bouw niet overal eindeloos maar door. Maar hou er rekening mee dat de bevolking gaat krimpen. Anders bouw je uiteindelijk voor leegstand.